I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, oh, oh, tell me what you want, yeah. Ja, het gaat goed. We zijn in de laatste fase bezig richting Rio. En ja, dat is wel de mooiste fase natuurlijk. Ontzettend veel trainen, ontzettend veel wedstrijden, veel samen. Maar dit is wel een tijd ja, wat gewoon heel gaaf is om mee te maken nu. Ja, super leuk om hier op veld te staan, wedstrijden spelen met de meiden. En je voelt echt dat het steeds dichterbij komt. Nee, de spelen went eigenlijk nooit. Het is echt een toernooi apart, echt een toernooi op zich. Normaal speel je natuurlijk een WK of EK, maar dat is echt alleen met hockey en nu zijn alle sporten gewoon samen. Dat vraagt iedereen, jullie hebben alles gewonnen en waarom ga je nog door? En denk ik echt, ja, waarom ga je nog door? Omdat je juist alles zeg maar, nog een keer wil meemaken. En iedereen is daar op de spelen met het doel om het allerbeste uit zichzelf te halen. En iedereen heeft daar 4 jaar knijterhard voor getraind. Dus ja, dat is gewoon een heel, heel bijzonder speciaal toernooi. Ja, dat kan je eigenlijk niet echt beschrijven aan iemand die er zeg maar, nog nooit is geweest. Echt iets speciaals. Voor hockeyers ook echt zeg maar, het hoogst haalbare. Dus dat went zeker niet. Nee, nee, je wil altijd meer. Nou, ik denk dat we zelf de meeste druk onszelf opleggen. Zeg maar. Wij gaan echt voor goud, dus we willen een gouden medaille halen. Maar... Het moet wel gezegd worden dat er gewoon heel veel landen zijn die ook heel goed zijn, weet je wel. Je kan niet van tevoren zeggen, oh, de dames winnen goud. Ja, kijk, we hebben gewoon 4 jaar ontzettend hard gewerkt om straks in Rio op ons allerbest te zijn. Straks op de Spelen gaat het echt om de details. En ja, wordt gewoon super spannend voor ons. En ja, we gaan het echt wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar vanuit ons, ja, wij hebben als doel natuurlijk echt die gouden medaille. Want dat is natuurlijk het mooiste.